Protection 2, we krijgen het ook gewoon wat we willen hoor. We krijgen gewoon wat we willen. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de Map Peaks. Waar wij gaan spelen met onze Meatmaster Kit. Want dat hebben wij gewoon nodig. Mensen, welkom. Mocht je op de achtergrond een klein ruisje horen, wat ik bijna wel zeker weet van niet, maar toch meld ik het voor het geval dat, dan is dat mijn ventilator die aanstaat. En nee, die gaat niet uit, want het is warm en ik wil ook een beetje koude lucht hebben. Hoewel, het wordt er niet kouder van, weet ik ook. Maar goed, hij staat in ieder geval aan, dus bij deze, mocht je er iets van horen, mijn excuses, je weet waardoor het komt. We gaan het vandaag even over een aantal dingen hebben. Namelijk over een livestream en een kit upgrade, dat was hetgene waar ik het over heb. Een livestream en een kit upgrade. Maar voordat we dat gaan doen, mensen. Mocht je het leuk vinden, je kan natuurlijk altijd vast eventjes een like aanklikken. Bij voorbaat dank. Goed, laten we dan maar gewoon meteen over de onderwerpen gaan praten. Want we kunnen het uur uitstellen. Schiet er ook niks meer op, want uiteindelijk moet het toch verteld worden. Laten we gaan beginnen met de livestream. Ik ga namelijk vrijdag om 7 uur 's avonds live op Duffy Games. Waarom vraag je misschien af? Vrijdag ben ik jarig. En ik dacht, nou, dat is een mooie gelegenheid om live te gaan. We maken er lekker een feestje van. En wat ga ik dan vrijdag livestreamen? Misschien af. Ik ga vrijdag Mindtopia livestreamen. Maar we gaan niet zomaar Mindtopia livestreamen. Nee. Kijk, we zijn natuurlijk, als ik Mindtopia livestream, al gewend dat ik vaak dingen weggeef in de stream. Daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Maar op mijn verjaardag gaan we nog eventjes iets gekker maken. We gaan namelijk voor zo'n 700k aan items weggeven. En heel misschien ook een villa. Wie weet, gewoon voor de fun. Gewoon dat ik denk van, verdienen jullie als kijker. Dus mocht jij vrijdag kans willen maken op ten eerste al heel veel kleding. En misschien een villa waar ik nog even over na ga denken of ik dat echt ga doen. Dan zou ik zeggen, kijk eventjes naar de livestream natuurlijk. Want voor je het weet, win jij zomaar een item. En dan ben je wellicht blij en wat dan ook. Dus dat is in ieder geval vrijdag op mijn verjaardag. Dus wees aanwezig en dan komt het helemaal goed. Gewoon om 7 uur 's avonds ga ik live. Gewoon de tijd eigenlijk dat ik anders ook live zou gaan. Of dat er een video online zou komen, wat dan ook. Maar in dit geval meld ik het eventjes. Omdat het toch wel een best wel dikke giveaway gaat worden. Nee mensen, ik ga niet natuurlijk dan in de stream zelf nog kleding kopen. Dus meld ik ook maar meteen even bij. Ik ga dat natuurlijk voor de stream al doen. En dan heb ik natuurlijk mijn nieuwe huis in Gradle. Waar ontiegelijk veel kisten in staan. Waar ik ontiegelijk veel spullen kwijt kan. Dus dat gaat in ieder geval helemaal goed komen. Zorg natuurlijk dat ik dat allemaal van tevoren heb gedaan. Dat we gewoon een leuke stream ervan kunnen maken. Dan gaan we nog eventjes hebben over de kit upgrade. Aangezien ik natuurlijk 2 afleveringen terugvoer aan jullie van... Goh, ik wil weer een kit up gaan kreden naar level 9. Welke zou het zijn? Nou, met overduidelijkheid heeft de Night Kit gewonnen. Met zo'n 41% op het moment. Maar er zijn ook nog 2 andere kits die best wel hoog eruit zijn gekomen. Dat zijn namelijk de Wolf Tamer Kit en de Creeper Kit. De ene 26%, de andere 25%. Maar goed... Daar gaan we het dus even over hebben, aangezien ik natuurlijk ook in de reacties heb gekeken. En al vrijwel werd mij duidelijk dat mensen zeiden van Duffy, de Wolfnamer kit, het is een leuke kit, het is op zich ook wel een goede kit. Maar om nou te upgraden naar level 9 is niet echt super fantastisch of heel veel soep. Dus ik heb besloten om die kit dus niet naar level 9 te gaan doen, maar de Night kit of de Creeper kit te gaan doen. Dus er staat nu ook weer een nieuwe straw poll in de beschrijving, zoals je wellicht begrijpt. Waarin jullie nog 1 keer mogen gaan voten of de Night kit of de Creeper kit om die te gaan upgraden. Ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik nog eventjes wil weten voor jullie dus voor een kit upgrade. Het wordt dus of de Night Kit of de Creeper Kit. Dat ligt dus nu ook een beetje in jullie handen. Jullie kunnen daar dus nu op gaan voten in de reacties. En ja, wellicht als we dan genoeg coins hebben, wat ik sowieso waarschijnlijk zondag wel moet hebben. Gaan we dan een kit naar level 9 brengen. Dus dat is alleen maar super awesome. Dus mensen, alsjeblieft, vote eventjes op de straw poll die natuurlijk hier beneden in de beschrijving staat. Want laat ik zo zeggen, jouw stem telt. En dat is echt zo, want wellicht... is jouw stem net de doorbraak die net eventjes het hogere percentage doet. Dus of de Creeper Kit of de Night Kit. En ja, doe lekker je ding, vote en dan moet het helemaal goed gaan komen. Wij gaan inmiddels nu naar de deathmatch toe. Hopen dat we deze deathmatch natuurlijk kunnen winnen. En dan hebben we de eerste win te pakken op deze warme zomerdag. Sharpness 3. Nou, we gaan toch hiervoor. Let's freaking go. We moeten ook nog een tand kunnen maken, zie ik. Nou, dan vallen onze tand en we gaan ervoor. Deze keer is wel minder gestekt dan de ander. Maar aan de andere kant denk ik ook van... het is misschien ook wel slim om gewoon... hem aan te gaan vallen. Maar nu bedenk ik me in één keer van... Kom op. Heb ik hem? Nee, shit. Nee, ik moet een taunt kill. Heb ik hem? Ik denk het wel. We zijn in ieder geval lobby level up. Ik weet niet wat er allemaal misging. Maakt niet uit. Gaat fout. Expose goes wrong. 4 kills, een taunt kill en een win. Hoeveel coins krijgen we? Over 115. En mensen, tot de volgende game. Goed mensen, dan ben ik weer in de map Docs V1. Kijken natuurlijk of wij hier dan ook kunnen winnen. We gaan hier en daarom lekker spelen met onze... Ik
wil eigenlijk met de Mean Master Kid spelen, maar ik weet ook jullie zo zeggen van Duffy, een beetje variatie in de keuken alsjeblieft. Dus we gaan dat lekker doen. Ik blijf het gewoon nog eventjes zeggen mensen, vergeet niet vrijdag dus een livestream op mijn verjaardag. Een grote livestream, een big one. En vergeet natuurlijk niet om eventjes de foto op de straw hier beneden en te liken. Want ik ben ook behoorlijk hyped over natuurlijk de kit upgrade. Want een kit upgrade is natuurlijk altijd iets wat leuk is. Dus ja, laat jouw stem eventjes horen alsjeblieft. Bij voorbaat dank. En ja, nieuwe game, nieuwe kansen. Let's freaking go. Hopelijk kunnen wij weer wat mensen neerhalen en dan een game winnen en coins farmen. Want we moeten natuurlijk niet vergeten, de coins die ik nu deze video ook binnensleep, helpt me alleen maar weer om sneller eigenlijk een kit te kunnen upgraden. Dus het is wel belangrijk dat wij winnen slash veel kills maken. Want ik ben er nog niet. En natuurlijk, als ik echt die hard moet gaan, kan ik natuurlijk ook een boost aangezet van mezelf. Want ik heb er genoeg. Ik krijg natuurlijk allemaal door die level update gebeuren allemaal. Ik heb genoeg boosters liggen, dus ik kan zo een 4 keer booster aanzetten of een 2 keer booster aanzetten. Maar ik denk niet eens dat het nodig is, aangezien er zo vaak boosters aanstaan op Hypixel. Dat is gewoon niet nodig. En anders moet ik gewoon met die gaan tryhard in teamgames, hoewel, dan KS die mij in. Dat dus. Nee hoor, maar goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus we hopen maar even dat we kunnen winnen. We krijgen onze kit, we hebben best wel een lekker sappig gearsetje. Ik weet dat ik nog wel kisten kon openen daarboven, maar ik heb ervoor gekozen om dat dus eventjes niet te doen. Want ik dacht zo van, Dus ja, eens even kijken wat wij hier kunnen doen. Er zijn heel veel kills die hier vallen op het moment. Mag jij dood? Mag jij dood? Jij mag zeker dood. Kom op. En hij geeft maar een taunt kill, bro. Shoutout naar jou uiteindelijk nog voor de taunt kill. Dat je zoiets had van, nou Duffy, weet je wat. Misschien lukt hem ook wel niet. Dat dus. Wat ga jij doen? Ga je met me vechten? Waarschijnlijk wel. En het is een spelo kit. Die zijn altijd lastig, want die hebben protection en sharpness op een pickaxe. Kom op. Kom op. Oh, 1 hit. Kom op, please. Please, do not do this to me. Oeh, we hebben hem. Nice. Oké, dan. Ik moet zeggen, ja, ik ben er zelf nog steeds een fan van de nieuwe spelo kit, zeg maar, hoe die weer is. Ik weet, heel veel mensen haten het. Ik vind wel wat we hebben, weet je. Het is toch wel weer wat moeilijkheid ook in de game. Vind ik zelf tegen een spelo kit. Ik word er vaak door gerekt. Vroeger ook, tegenwoordig ook nog steeds. Maar het maakt helemaal niet uit, weet je. Gaat natuurlijk uiteindelijk ook voor de fun. Hé hey joh, we zijn even normaal een dier aan te vallen joh. Die heeft jou toch ook niks misdaan. En bam, daar zie je van mijn tand. Kun je die ook alvast binnen is, nice. Daar zit daar iemand, maar ik moet eerst deze jockey killen. Kom op. Kom op. Jockey gaat dood, waar is die jockey? De jockey is hier naartoe gegaan. Oké, nou ja, maakt niet uit. Waar gaan door, wist hij niet de jockey? Zit er iemand in mijn bek? Nee, hè? Oh, hier is iemand. Nou ja, goed, we gaan kijken of we deze down kunnen halen dan maar. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Gaat fout, expose, goes wrong. Jullie kennen het hele riddeltje. Oh joh. Ga dood. Oké, die is lekker dood. Daar ben ik blij om. Ja, je wil wel low maken met een boogie, hè? Kom. Kom, gaan we vechten. Niet doen. Auw. Ja, die gaan we niks meer opschieten. Iemand die weg blijft rennen en pijlen op me gaat schieten. Gaan we geen tijd en moeite investeren. Schieten we toch niks meer op. We rennen wel weg. Zoeken lekker iemand anders die wel misschien meteen met ons wil vechten. Wat anders duurt het allemaal veel te lang. We zien hier bijvoorbeeld iemand, hallo, met een armor kit. We krijgen hier een free kill. Nou, nee. Maar het is een ja-nee. Laat ik het zo zeggen, het is een ja-nee. Maar goed, dit moet denk ik wel beter zijn. Ja, dat moet wel beter zijn. Tenzij ik misschien hier nu... Oké, we zien hier ook iemand. Hallo? Ha, oké dan. Die is pittig hard aangevallen door mij, al zeg ik het zelf. Dank u wel. Oké, die schiet weer een pijl. Oké, kom op. Bob, je hebt een beter wapendurf. Alleen, dan moet je hem nog beter zien te hitten. Kom op. Oh, deze hits. Damn it. Ik weet van mensen met een spelokit te winnen. Mensen die met een nightkit, die weet ik gewoon te flawless om hem toch maar eventjes aan te halen. En dan iemand die gewoon met een woede soort aanvalt. Oké, hij heeft een zeer respectabel gearsetje, absoluut. Word ik gewoon gekild. Ongelooflijk. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Alien Tower. Kijken natuurlijk of wij dan hier nog wel een feestje van kunnen maken. Let's freaking go. Een no-kit mode. Ik dacht van, weet je, de vorige game, we hebben al die kits zijn we tegengekomen. Natuurlijk allemaal sterke mensen. Laten we dan hopen dat we nou gewoon sterk zullen worden in een no-freaking kit mode. En ik blijf nu ook nogmaals maar een keer te zeggen. Sorry als mensen irritant beginnen te vinden. Vergeet niet even de foto op de strawpon natuurlijk die beneden in de beschrijving staat voor de eerstvolgende kit upgrade. En vergeet niet vrijdag een livestream 7 uur 's avonds. Zet die agenda in je mobiel, in je weet ik voor wat. Want wellicht win jij die grote prijzen. Ik zou het vanaf nu niet meer zeggen. En misschien straks nog 1 keertje. Mensen, je blijkt nou durf zeggen ook maar meteen nog even dat je ventilator aan staat. Oh, mensen, mag je ruis horen? Mijn ventilator. Oh, wat ben ik er ook een klein kind. Wat ben ik er ook een klein kind. Maar goed, het maakt helemaal niet uit. We gaan lekker ons best doen. Zit hier iemand? Ik zit te kijken van, waar gaat mijn kompas helemaal heen? Hoi. Nee, blijf. Kom, blijf. Ja.
Oké, we kunnen hier een tandkeeltje van maken. Hoppatee. Die is ook dan meteen binnen. Nice, wij kunnen door. Maar er ligt hier een helm. Die hadden wij nog niet. Of wel? Oh, dat hadden we al wel. Never mind. Dan komen we al meteen door. En we hebben ook sticks gekregen. Dus als wij nu een Iron Sword kunnen maken. Diamond Sword kunnen maken. Diamond Shovel kunnen maken. Dan hebben wij in ieder geval de stokjes al in onze inventory. Dus dat is fijn. We zien hier iemand die wij denk ik wel aan kunnen. Hij heeft boots, dus het is een kill die wij nodig hebben. The fuck, yo. Hoi. Kom. Nee, kom. Kom, ik heb maar iets meer HP dan jou nu. En ik heb je iets vaker gehit dan jij mij. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ah, damn it. Nice gedaan. Ja, dan moet je dat ook toegeven. Weet je, als iemand dat lukt, dan doen ze het gewoon goed. En dat lukt mij 9 van 10 keer niet, want ik gebruik nooit de vis en wel, maar goed. Oh joh, oh joh, oh joh. Oh joh, oh joh, oh joh. Nou, don't. Ho, even rustig aan nou. Ho. Ik weet dat er iemand in mijn bek op het moment die lekker op mij loopt in te hakken. Maar dat gaan we dus eventjes niet doen. Nee. Ik wil best met je vechten. Full AP, anders niet. Ho, we waren net echt op het randje van doodgaan. Holy moly. Ja, komt er achter me aan of niet? Ja, oh, die komt zeker achter me aan. Oh. Oké, die laat me echt niet gaan. Oké, dan moet ik nog even doorgaan met HP regenen. Gaat wel lukken. Daarna probeer ik gewoon dan om met hem te vechten. Gaan we dan dood, hebben we tenminste een eerlijke fight gehad. En dan, ja, dat dus. Hoewel, ik kan mijn boots niet eens aantrekken. Het is zo oneerlijk dit. Oké, we durpen nog even door. Hoe close zit hij inmiddels achter me? Niet close. Oké, dat betekent ik kan nu zelfs gaan aantrekken. En ik kan eventjes snel hier een hapje gaan eten. En ik kan deze op inzetten. Kom op. Oké, 2 hits meer al op mij gedaan nu. En we hebben hem dood. Nice. Poeh. Oké. We leven nog. We kunnen het nog steeds navertellen. En dat is prettig. Gucci. Oké, dan. Let's go. Leven nog 4 mensen. We hebben een level dat zou betekenen. Sharpness of protection. Ik denk... Ik denk protection. Ik denk dat op dit moment even beter is. En zeker gold leggings kunnen we ook gewoon protection 2 krijgen. Dus dat is altijd dan wel... Nice. Ook iemand hebben, die zit hier al op de spawn en die is al behoorlijk gestekt qua wapen en al dat soort shit. Oké, die rent nu weg. Nice, dat is precies wat ik wil. En hij wou terugkomen, maar had zoiets van, nee, toch maar niet. Protection 2, we krijgen het ook gewoon wat we willen hoor. We krijgen gewoon wat we willen. Wat hebben wij vandaag een mazzel. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag ik zo zeggen. Wat hebben wij een mazzel. Oké, de blitzer komt natuurlijk ook zo meteen bijna. Dus ja, eigenlijk moet ik nu wel even druk hierop gaan zetten. Eigenlijk moet ik ook gewoon jou killen, want dan heb ik jouw wapen. Kom op. Oké, het was te mooi om waar te zijn. We hadden wel onze enchantings, maar uiteindelijk kregen we gewoon iets veel damage op ons om te kunnen winnen. Gaat hij deze ook nog winnen? Het ziet ernaar uit wel, want hij gaat rennen. Nou ja, goed weet je. We hebben ons best gedaan en meer dan dat kan je natuurlijk niet doen. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Blitz Survivor Games. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Vergeet niet om in je agenda te zetten vrijdag een livestream. Vergeet niet te voten op de straw poll. En mensen, tot de volgende keer.